YUCA, Youth for Change and Action, is een organisatie die jongeren stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Tijdens die dag gaan meer dan 17.000 Vlaamse en Brusselse scholieren tussen 15 en 20 jaar één dag aan de slag voor een bedrijf. Het loon dat ze daarmee verdienen, schenken ze aan het goede doel. Een initiatief dat Infrabel maar al te graag steunt. En daarom volgen deze jongeren vandaag enkele belangrijke functies binnen ons bedrijf. Eerst gaan we langs in het zijnhuis van Antwerpen-Berchem. YUCA ken ik door school. We hebben een taak gekregen dat wij een job moesten vinden. En dan heb ik deze job gevonden en dan heb ik gesolliciteerd omdat ik dit graag wou doen. Vandaag kregen wij dus Rosemary te gast. Zij werd geïntroduceerd in de wereld van Infrabel. Wij zijn begonnen met uitleg te geven en zij heeft die taak redelijk rap op zich genomen en zeer goed uitgevoerd. Ik moest regelen dat de treinen niet op elkaar zouden gaan of zo en dat er niet te veel vertragingen zijn met de treinen. Ik vond dat heel leuk, dat was eerst een beetje raar om te doen, maar het lukte wel, het was tof. Rosemary is een natuurtalent, om ze maar te zeggen. Ze was er heel rap mee weg, ze was enthousiast en doet dat heel goed. Ze zou een goede kracht zijn voor Infrabel. Niet iedereen koos ervoor om op het zijnhuis te komen werken. Luna wilde graag een dagje meedraaien op onze communicatiedienst. Ik heb gesolliciteerd voor Infrabel, omdat het mij wel tof leek om voor het openbaar vervoer te werken eigenlijk. Ja, ze komt hier een dagje meedraaien en dat is wel leuk, want ze weet nog van niks hoe dat het hier binnen ons bedrijf werkt. En nu heeft ze wel een beetje een idee van hoe dat het hier bij communicatie allemaal gebeurt. Ik heb ook een webfeed mogen schrijven voor de website over mijn ervaring vandaag. Dat was heel leuk, omdat het heel actueel is en omdat sociale media toch een grote rol speelt bij jongeren. Ja, het is voor ons wel belangrijk om mee te doen aan zo'n YUCA-dag. Want het is een mooi initiatief dat de leerlingen eventjes één dag komen werken hier en dat het geld dan naar de jongeren in El Salvador gaat. En voor ons is het ook wel belangrijk om die corporate social responsibility ook wel uit te dragen. Ik zou het wel leuk vinden om later ook bij de dienst media te komen werken, omdat dat mij toch wel interesseert en het ook heel actueel is. Een leerrijke dag voor iedereen dus en wellicht voor herhaling vatbaar.